Goedenavond allemaal. Welkom op deze live weer op de vrijdagavond in de Doeding groep. Super leuk dat jullie weer komen kijken. Ik zie al dat er aardig wat mensen binnenkomen. Hartstikke leuk. Nou, ik had het al verteld. Ik had het al laten zien, laat ik het zo zeggen. Dat ik van alles wilde gaan laten zien met de honeybee stempels. Ik had die zelf binnen en ik had bergen met ideeën. En ineens waren al die ideeën een beetje weg. Dus ik moet zeggen, ik heb pas een half uur geleden uiteindelijk besloten van, oh, dat ga ik in ieder geval, zo ga ik het maken. Ik wilde wel, wist al wel wat ik ging laten zien, maar verder was ik nog helemaal niet. Dus het wordt wel een simpel kaartje hoor, want meer zat er even niet in. Maar ik ga jullie wel nog straks een kaart laten zien, maar voor die tijd wil ik eerst wat materialen allemaal laten zien. Nou, ik heb zelf alleen deze dingen meegenomen. Ik heb ze alvast in beeld gezet van Honeybee. Ik dacht, ik ben volgende week jarig. Wie weet krijg ik nog wel cadeaubonnen. En dan kan ik er nog meer van kopen. Want er zijn echt super leuke spullen binnengekomen. En ik dacht, ja, weet je, laat ik eerst degene doen met de leukste plaatjes. Waar ik lekker mee kan gaan kleuren. En daarna ga ik weer verder kijken. Maar ja, als eerste vond ik deze echt helemaal geweldig. Dit zijn Enjoy the Ride. Of dit is Enjoy the Ride. Nou ja, je t'aime, je vous adore, zere pour mon Valentine, daar heb ik niet zo heel veel mee. Maar goed, er zitten wel andere teksten bij die ik wel heel erg leuk vind. Sowieso die beep beep vind ik heel erg leuk. Oh, ik ging deze stempel straks gebruiken. Help onthouden dat ik de beep beep erbij wil gebruiken. Die was ik alweer vergeten. Life is a journey, enjoy the ride. I'm so glad we're on this journey together. My best adventures are the ones I have with you. Daar heb ik al een kaart mee gemaakt. Nou, bonjour. Nou, dat kan eventueel nog wel eens een keertje. You are my world. Oh la la. En let's get lost. Maar ik vind gewoon deze zo samen. Dat ze op die scooter zitten of hier op die. Vind ik zo leuk. Ook voor iemand die zoveel jaar getrouwd is of wat dan ook. Dan dacht ik van ja, weet je, dan zijn deze ook gewoon geweldig voor op een kaart. Dus het is niet alleen voor op een Valentijnskaart. En dit vind ik ook nog wel leuk voor op een knuffelkaart. Dus ik denk dat deze set ook wel heel erg leuk is. En dan hebben we deze. En dit zijn de Honey Bunnies. En dan heb je hier twee konijntjes bij elkaar. Nou, hier, deze is alleen. Deze zitten weer bij elkaar. En deze vond ik een klein beetje vaag. Maar ook nog wel grappig. ik bedoel, welk konijn heeft de vleugels? Maar ja, aan de andere kant, welk konijn houdt een hart vast? Dus. Maar wat ik ook had gedacht, je kan eventueel ook... Kun je hem uitknippen en dan zonder die vleugels. En dan kun je laten doen alsof hij springt. Heel leuk met een wobbel eronder. Zoals we vorige keer hebben laten zien. Dus dat is ook gewoon heel erg leuk. En dan hebben we de tekst erbij van To my honey bunny. Hi. For somebody special. Of gewoon hello. Of somebody loves you. Ook deze kaarten zijn weer super geweldig. Ook voor trouwkaarten. Of voor mensen die zoveel jaar getrouwd zijn. Mensen die verloofd zijn. Weet ik veel, verzin het. Zijn ze ook gewoon heel erg leuk. Maar deze vind ik ook leuk. Voor bijvoorbeeld om aan iemand te laten weten van... Hé, ik denk aan je. Dus die, ja, die vond ik toch ook wel heel erg leuk. Die kon ik ook niet laten liggen. En deze, die, ja, daar was ik echt meteen helemaal verliefd op. Die vond ik echt geweldig. Dit is mijn heel klein stempeltje. Waffelot. Wij zijn hier in huis helemaal weg van stroopwafels. Dus ik zag hier meteen een stroopwafel in. Ik denk, ik moet een stroopwafelstempel hebben. Die wil ik echt hebben. Dus ik heb ook al de Valentijnskaarten gemaakt voor hier in huis. Sst. Mogen ze natuurlijk nog niet zien. Dus niet dit filmpje laten zien, hè. Aan de mensen bij mij in huis. Want anders dan laat ik jullie de kaarten niet zien, hè. Maar je kan hier dus I love you waffelot of I like you waffelot. Van maken. Vond ik erg leuk. Nou, dan ga ik eerst even laten zien wat ik zover heb gedaan. Als eerste deze. Ik heb een poging gedaan met de No Line Coloring. Ik ben er nog niet zo goed in. En toen had ik per ongeluk ook, was ik vergeten dat ik misschien nog een keertje wilde stempelen. Dus toen had ik mijn... stempel uit mijn stempelhulp gehaald. En toen kreeg ik hem niet meer goed. Toen dacht ik, oh. Dus toen heb ik maar met een pen heb ik mijn snuitjes erin getekend. Maar ik vond hem wel heel erg lief. Nou ja, en voor je man is dit toch wel een hele lieve tekst. A lifetime isn't long enough to love you.
Dus die vond ik wel lief. Eigenlijk dacht ik om een stoere kaart te maken. Maar ja, een stoere kaart bij die stempel zo met no line coloring, dat vond ik niet kunnen. Dus toen heb ik die maar zo gemaakt. Dus die is dan van die Honey Bunny set. Nou ja, en ik zei al, dat konijn, ik vond hem eigenlijk raar. Maar ik heb hem wel gebruikt. Waffel Lot was net nog wel op voorraad. Even kijken hoor. Is die nu? Want die was net nog op voorraad hoor. Ja hoor, die zijn er nog. Ik zal hem even pakken. Yep. Oh. Ik zal even de link pakken. Oh, dat is het verkeerde blad. Deze. Past. Kijk, dat is die van de wafel. En dit zijn gewoon, hier staan alle dingen. En dan als jullie daar kijken, dan vind je gewoon ook de andere. Alle andere nieuwe stempels. Want wat ik zei, er zijn er veel meer hoor. Het is niet alleen deze. Er zit ook echt een hele mooie tekststempel zit erbij. Maar hier heb ik dus op de achtergrond heb ik dan die wafel tig keer gedaan. Kijk, ik heb ook mijn achterkant nog vol zitten met allemaal masking tape stukjes. Een beetje ertussen opgevuld waar het leeg was. Dat het net iets meer diepte in kwam. En toen heb ik dus dat konijn, heb ik dan in plaats van dat hartje, heb ik die wafel vast laten houden. En dan krijg je dus I love you waffle lot. Ik vond het wel schattig. Ja, die stroopwafel, hij is toch gewoon geweldig. En ik heb ook al gedacht, van, ik heb het nog niet gedaan, maar dat ga ik echt wel doen. Ik ga dat gezichtje eruit halen. Want die vind ik dus eigenlijk helemaal niet altijd leuk. Die ga ik er echt, die ga ik er gewoon uitsnijden. En dan kan ik hem gewoon zonder gezichtje gebruiken. Dus mocht je niks met dat gezichtje hebben, die kun je er echt heel makkelijk uithalen. Omdat er, er zitten geen randjes vlak naast, dus die kun je er heel makkelijk uithalen. En dan had ik deze gemaakt. En die is dan met de andere set. Deze. En dan even kijken. Ja, hij doet het nog. Ik denk even testen. En dan als ik hier aan mijn tag trek, dan gaan ze op reis. En dan wil hij niet wat ik wil ineens. Oké, hier. My best adventures are the ones I have with you. Nou, dit is voor iemand waar ik wel eens wat mee drink. Valt het op? Met ons fles wijn. Ah, kijk. Nou doet hij het weer. Zie je wel, ik dacht het al. Hij klemde even, maar ik vond het leuk als die fietsers zo bewegen. Schattig, hè? Ja, als je de drie stempelt met muziek bij nulletjes erbij, dan heb je de Amazing Stroopwafels. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, en dan had ik hier nog eentje. En dat was eigenlijk een beetje een project wat dus nog niet klaar is. Want dat wilde niet wat ik wilde. Ik vond op zich het idee leuk. Een leuke schutkaart. Alleen past die no-line coloring, die hier eigenlijk, nou ja, al vond ik het zelf best wel heel goed gelukt was. Zeker die wafel, die vond ik echt wel heel goed gelukt. Maar het past gewoon echt niet bij die kaart. Dus ik heb al wel een nieuwe stroopwafel gekleurd. En dat vond ik er al een heel stuk beter uit gaan zien. Dus ik ga deze erop doen en dan ga ik het konijntje ga ik even opnieuw kleuren. En dan doe ik die hier ook weer bij. En dan heb ik die ook klaar. En dan heb ik de belangrijkste die ik moest maken, had ik al klaar. Maar ik wilde nog wel een paar maken. Maar ik stuur niet zomaar naar iedereen Valentijnskaarten. Dus ik hoef er ook niet zo heel veel meer. Dus dat was eigenlijk wat ik tot nu toe hiermee heb gedaan. En daar ga ik straks nog even mee verder. Maar ik wilde eerst nog even wat anders laten zien. En dat is deze. Deze zijn van de week weer nieuw binnengekomen. En die zijn echt heel erg handig. Ik moet zeggen, ik was mijn oude, die was ook kwijtgeraakt omdat ik boos was geweest. Want ik had een heleboel verziekt. Dus toen dacht ik van, toen gebruikte ik hem eigenlijk niet meer. Maar goed, nu is er een nieuwe en dan heb ik hem weer helemaal gekleurd. Dus dit is het Copic Swatchboek. En hierin kun je dus aangeven welke kleurtjes Copic jij allemaal hebt. Dan hebben ze hier aan het begin netjes even de uitleg gegeven van hoe doe je dat.
En dan daarna kun je dus al die vakjes gaan kleuren welke je allemaal al hebt. Ik weet niet of jullie dat op beeld ook zien, maar ook de lichtere kleuren, die zijn ook al ingevuld. Ik heb ze nog niet allemaal, hoewel ik er aardig wat heb. Als je dat gaat doen, is de tip wel om één keer één streep te zetten. Even kijken, want ging ik er dubbel overheen. Maar dan ga je natuurlijk verkleuren. Ik heb hier even een reststukje. Dus als je hem gaat vullen, doe je het niet met deze kant, maar met deze kant. En dan één keer, nou ja, het is maar een klein stukje, maar één keer. En daarmee vul je dus dat vakje. Want als je er dus vaker overheen gaat, zie je al, dan ga je dus kleurverschil krijgen. Dus als je dit wil gebruiken voor referentie van, hey, welke kleur ga ik pakken? Ja, dan is dit niet handig. Dan wil je eigenlijk eerst die lichten weten. Ach, dankjewel. Jullie vinden mijn kaartjes leuk, dankjewel. Nee, ik verstuur niet echt alle kaarten die ik maak. Er staan er sowieso, komen er ook altijd een hoop in de winkel te staan natuurlijk. Momenteel even niet, want er is toch niemand die ze dan ziet, dus dat heeft niet zo'n zin. Al mijn andere kaarten, die doneer ik altijd aan iemand waarvan ik weet dat hij heel veel kaarten stuurt. En die maakte ze vroeger altijd zelf en dat kan ze nu niet meer. Dus die maak ik daar echt heel erg blij mee. Want ik maak echt te veel kaarten. En dan heb ik fantastische kaarten gemaakt. Dan heb ik een hele bak vol liggen. En dan is er iemand jarig. Dan denk ik, oh, welke kaart ga ik sturen? En dan maak ik gewoon een nieuwe, omdat dan net niet de juiste kaarten in staat voor die persoon, weet je wel. Alleen voor mannen wil ik wat makkelijker uit de bak grijpen. Maar dit is dus echt een heel handig boekje die je ook weer kan bestellen. Ik zal hem meteen eventjes ook weer de link pakken. Gooi ik die er ook even in weer. Oh, hier naar de verkeerde. Deze. Plakken. En weet je, hij is maar 3,95, dus dan is dat gewoon echt heel erg handig als naslagwerk. En dan ging ik hem daar dus ook eventjes voor gebruiken, gewoon om het te laten zien. Nou, dan gaan jullie meteen mijn lelijkste pagina zien, want daar ben ik begonnen. Hier had ik dus een stift, die was op. Dus ga je dit doen, wees slim. Test eerst even op een papiertje of je stift nog goed is. Ja, want de bovenkant die deed het nog wel aardig, maar de onderkant die deed het dus niet meer dan. Krijg je dus dit en dan heb je dus eigenlijk nog niks aan. Dus deze moet ik even opnieuw kopen. Kijk, en hier probeerde ik ze naast elkaar te zetten. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, kijk. Daarboven en daaronder is dus één laag en in het midden heb je dus twee lagen. Dus ik ben uiteindelijk maar overgegaan op één laag kleuren. Want dat wordt veel mooier. En dit drukt ook niet door. En dat is wel normaal op kopje papier. Dat gaat doordrukken. Nou ja, dat kun je hier ook wel zien. Kijk, ik had hier allemaal die zwartjes opgemaakt, daar had ik dus op geprobeerd. En dat komt erdoor. En zeker als je goed kleurt, dan gaat het echt door je papier heen. Maar door dit gaat het goed. Even kijken. Ja, Copics zijn op alcoholbasis inderdaad. Ja, het is echt heel handig dit als naslagwerk. En weet je, en je kan hem ook hoppa zo even in je tas stoppen om mee te nemen naar de winkel. Als je zegt van, hey, ik wil wat nieuwe kleurtjes, maar ik weet eigenlijk niet meer welke ik had. Of ik wil even kijken of die kleuren die ik wil, of die passen bij de kleur die ik al heb. En dan kun je dat gewoon naast elkaar leggen. Maar goed, ik wilde dus mijn konijntje wilde ik nog grijs gaan kleuren. Nou, dan heb je vier soorten grijs en ik heb niet van alles alle kleuren. Sowieso heb ik zeg maar om en om. Behalve C2 is hier een uitzondering. Maar ik heb, C0, die zie je haast niet. 1, 2, 3 en dan 5, 7, 9. En hier heb ik ook 3, 5, 7, 9. Hier heb ik 1, 3, 5, 7. Want daar heb ik de donkere nog niet van. Die wil ik nog verder gaan uitbreiden, want ik wil daar ook de lichtere nog van bij hebben. En hier. Maar ik dacht voor op die kaart met die wafel, als ik die dus nog even af zou willen maken, deze. Dus dat komt bij deze wafel. Vind ik denk ik toch het warm grijs het leukste. Want ik wilde er niet weer bruin bij doen. Dus als je er weer bruin bij doet, dan wordt die kaart zo bruin. Dus ik denk dat ik voor deze ga. Ga jij maar daar liggen. Ik moet ook een beetje hier naar kijken natuurlijk. Maar dit, dat is dan weer te koud. Nou. Hoppatee. Deze ook. En een natural
Die zou ook kunnen. Wat denken jullie? Zal ik de M-kleuren doen? Of de W-kleuren? Die zijn dan wat warmer. Ik neig naar deze. Het is ook wat ik hier gebruikt had. Alleen gaat het er heel anders uitzien, omdat ik nu gewoon zwarte lijnen heb. Ja, en de W-serie. Ja, vind ik ook. De warm grijs. Doen we die. Leggen we die opzij. Dus dan pak ik die er even bij. W3, W5. Ik denk niet dat ik tot W7 ga. Want ik vind het op zich wel lief als die zo licht, zo zachtjes is. Of zo zacht van kleur is. Dus W5 wordt in dit geval mijn donkerste kleur. En dan ga ik eventjes wat schaduwen aanbrengen. Ik ga altijd zelf weer over mijn lichtere kleur heen. En dan gaan we naar de lichtste. En ook daarmee ga ik weer overheen. Ik kan ook gewoon over mijn hartje heen. Want dat hartje dat wil ik toch straks niet meer zien. Daar ga ik toch wat overheen plakken. Want ik vond het veel leuker als hij die tekst in de hand had. Zo. Ja, ik denk al, wat is het licht, maar dat krijg je als je de verkeerde kleur pakt. Ja, dankjewel. Ik doe eigenlijk ook maar wat hoor. En ben er ook niet altijd blij mee. En soms denk ik van, ja, het is goed genoeg. Even kijken. Nou, ik hou nog wel een beetje aan dat hier, dat dit dan de onderkant is van het oortje ook. Onderkant van het snuitje. W3. Gewoon weer over mijn eerste kleur heen. Ik had dat roze trouwens al ingekleurd. En ook daar ga ik overheen. Omdat er toch vaak ook wel wat haar daar zit. En dan is dat ook niet zo heel erg roze. En het is nu echt super snel gekleurd. Maar daar hou ik eigenlijk wel van. Ik ben niet zo van het heel lang op een stuk gaan kleuren. Het moet bij mij wel een beetje snel kunnen. En dat vind ik zo fijn dat dat met de Copics dat dat gewoon kan. Ik wil hem nog wel ook een beetje roze wangetjes geven. En die doe ik er gewoon overheen. En daarvoor heb ik nu de R20 gebruikt. Net een beetje zo. Hoppa. Hetzelfde als wat ook daarin zit. En dan heb je dus heel snel heb je wat, dus wat ingekleurd. Als ik deze kleur met een potlood wil krijgen, zo intensief zeg maar, dan ben ik daar zoveel langer mee bezig. Vandaar dat ik dit heel graag doe. Oh, dat dit een hele mooie kaart is, Christel. Dankjewel. Bedank hem maar. Of zit hij mee te luisteren en te kijken? Ik ga hem dus wel iets aanpassen, want ik was er zelf niet helemaal blij mee. En ik hoop dat ik dat dan straks wel ben. En anders dan plak ik het weer tijdelijk vast en dan ga ik er gewoon nog weer een nachtje over nadenken. Maar ik dacht, weet je, dat idee heb ik nu. Laat ik dat toch even proberen af te maken. En jullie zijn gewoon slachtoffer om mee te moeten kijken. En dan ga ik daarna weer verder met wat ik eigenlijk wilde gaan doen. Maar ja, ik dacht misschien vinden mensen dit toch ook wel leuk om te zien.
Maar ik vind het wel heel tof om dat verschil te zien zo tussen de no-line coloring, ik vind dat zo dat woord, en het gewone kleuren. Er zijn overigens ook van deze stempels ook gewoon weer stansen. Maar ik vind het zelf nooit erg om te knippen, zoals jullie weten. Dus ik knip eigenlijk altijd. Mijn plaatje draait gewoon alle kanten op rond. Op die manier knip je veel makkelijker als wanneer je juist met je kniphand helemaal gaat zitten draaien. Oh ja, ja, ik vond het ook wel. Ik zat er ook naar te kijken. Goh, wat ziet dat er raar uit. Maar toen dacht ik, ja, maar zo ligt die lekker in de hand. Toen dacht ik, doe ik dat altijd zo? Ik heb geen idee. En nou zie ik ineens de opmerking staan van, hey. Dus het is toch raar. Nou, geef niet hoor. Kijk, weet je, zo is die echt. Zo vind ik hem veel leuker. Dan komt deze zo weer hier. Dan ga ik even zijn pootje ga ik opensnijden. Daar pak ik mijn vingermesje weer voor. Nee, ik ben geen kapster hoor. Absoluut niet. Ja, sorry Leida, jullie zijn slachtoffers vandaag. En dan ga ik om het zwart van mijn stempeltje heen. En daar snij ik even een sneetje in. Om het zwart van het pootje, zeg maar. En dan probeer ik altijd met het mesje zelf of die door is. Ja, ik moet wel een klein stukje af hier zo. Zo. Deze wafel wordt... Nee, de tekst kwam ertussen. Kijk, zie je? Nou zie je niks meer. Van mijn hartje. Ik zou eventueel dat tweede handje er ook overheen kunnen doen. Maar nee, ik ga hem zo doen. Ik vind hem zo wel leuk. Ik zie wat een verschil dat geeft op zo'n kaart. Kijk, op deze kaart waar het zo zacht was allemaal, dan vind ik dit echt heel erg mooi. Dan is dit juist, ja, vind ik ook nog steeds leuker daar niet van, maar dan kan het allebei. Ik wou zeggen, dan is dit niet leuk, maar dat is onzin, want dat is juist echt wel zo. Ik weet ook niet, dan ga ik twijfelen, hè? Maar bijvoorbeeld deze, die hou ik wel gewoon zo beet. Ik weet niet wat dat is met dit, dat komt door dat kleine gat hier, daar kan ik niet zo goed mee omgaan. Nee, ik weet niet. Geen idee. Maar het knipte wel lekker hoor. Maar deze ga ik dus bewaren. Want die komen op een andere kaart. Ik had hier nog dit liggen. Ik dacht wie weet. Kan het hier wel later op. Kijk, je kan dat konijntje ook dus zo je wafel vast laten houden eventueel. Ik heb ook nog wel iets mee. Maar daar ga ik later over verzinnen. Voor nu kunnen deze vastgeplakt gaan worden. En dan pak ik eerst even een bordje gewone lijm. Maar, oh, mijn lijm zit niet op zo'n plekje. Wat voor papier en dikte gebruik je om te stempelen? Ik heb deze. Omdat ik kleur met het Copic papier, of met Copics, heb ik het Perfect Coloring Paper. En dat is 250 gram. En dit is dan een pak van 50 stuks. Maar je hebt ook een pak van 10 stuks. Een fijn papier dit. Is ook in de webshop te vinden. Kunnen jullie het niet vinden? Dan kan ik straks wel eventueel een link posten. Zo, even zorgen dat ik mijn hartje niet meer zie.
Maar dat mijn tekst nog wel leesbaar is. Nou, volgens mij kan dat wel zo. En dan pakken we even stukjes tape voor daarachter. Ja, deze is beter, hè? Oh, nou ja, ik dacht, die zoek ik even gauw op. Nee. Uiteindelijk niet meer wat ik wil. Ja, nee. Laat maar. Nou, ik ga het wel eerst achterplakken. Zo. Dit is trouwens voor de mensen die dat niet weten, een platte shakerkaart. Die heb ik een keertje in de kerstgroep gedaan. Als je zegt, hey, hoe doe je dat? Kijk dan even terug op YouTube. En dan de afspeellijst 12 maanden kerst met Doerding. En daar heb ik dus zo'n platte shakerkaart gemaakt een keer. Dus dan kun je zien hoe dat moet. Het is echt heel makkelijk, want hier, dit is de basis hiervan is gewoon een kaartenzakje. Dus dat is echt zo simpel. Zo, ik ben ook echt heel precies weer met de tape op plakken. Maar niet heus, maar dat geeft niet. Hoeft ook niet. Ja, nee, het is de kleur van de verpakking van het Copic-papier is inderdaad veranderd. Het is dezelfde als die oranje die het eerst was. Even kijken, ik wil wel echt een beetje die druppel ook zien. Dus dan komt hij ongeveer zo. Nou ja, deze tape is altijd zo fijn dat dit niet statisch is. Hè? Je gooit het naast je en het blijft daar ook gewoon liggen. En het blijft niet aan je vinger hangen en dan aan je andere vinger enzovoort. Zeg maar. Ik zit even te kijken. Nee, want zo zie ik dat ding niet. Ik wilde wel die druppels zien. Dat heb je soms, hè? Als je dan zo'n verse stroopwafel haalt, dat echt aan alle kanten dat spul eruit komt. Ik heb trouwens het kleuren van die stroopwafel. Ik heb niet op de naam gelet, maar het was een design teamlid van Honeybee. Die had dat gedeeld. En toen dacht ik zo, die moet ik onthouden. Ik weet nog wel de kleuren Yellow Red 24, E37 en E35. Die zijn hier dan voor gebruikt. Maar dat deed ze zo super simpel en zo leuk, dat ik dacht, hey, kijk, want je hebt zo echt wel een beetje diepte erin. En dit is een van de eerste die ik gekleurd heb. Ze zijn niet allemaal even mooi. Ze lukken niet allemaal even goed. Maar aan de andere kant, die wafels zien er ook niet allemaal hetzelfde uit, toch? Overal even bruin of juist niet. Oh, ik zie staan. Ik kan het zo gauw ook niet vinden. Wat zocht je, Astrid? Kijk, oh, ik moet even een beetje boven. Ik wil wel dat hij recht zit. Ja, ik vind hem lief zo. Kijk, dan heb ik die ook af. Schattig, hè? Oh, het papier. Oh, die kan ik als het goed is wel makkelijk vinden. Ja. Hier zo. Wacht even hoor, dan doe ik hem even. Deze. Nou, ik ga deze afsluiten. Hoppatee. Dit is die met 10. En dit is die met 50 vel. Overigens staat die bij 10 staat nog het oude plaatje.
Maar het is allebei de nieuwe. Kijk. Je ziet ook het verschil in plaatje, maar het is dus echt allebei hetzelfde. En het is nu allebei gewoon die rode geworden. Maar er is dus verder niks aan veranderd. Dan waren er bij Doeding weer blokken binnengekomen. Met het superleuke kraftpapier. Wat ik graag gebruik. Het is er nu in A4 en in A5 formaat. En als je zegt, hey, 90 gram, ik vind dat net iets te dun. Het is er nu ook in 120 gram. En er is nog veel ander papier ook binnengekomen. Dus die ga ik even allemaal erin zetten voor jullie. Yep. Ik ga het onder het YouTube filmpje ook weer allemaal eronder zetten. Maar hier vinden jullie dus A4 hiervan en ook de A5. En die zijn dan ook met de iets dikkere. Nou, dit is dan. Ja, wat is dit dan? Nou, heb ik hier nog een klein stukje? Ja, hier. Nee, dit is echt heel dun. Ik vind dit zelf super tof zo met die lijntjes die er vaag in lopen. En ik vind dit geweldig omdat ik eigenlijk heel... Ja, de kraftkleur vind ik heel leuk. En dan, dan is het altijd, dat is meteen zo dik en dan wordt mijn kaart zo ontzettend zwaar. En zei ik mijn kaart of mijn kaart? Mijn kaart bedoel ik in ieder geval. Wordt die kaart zo ontzettend zwaar en met dit heb je dat dus niet zo. Dus dit kun je er veel makkelijker, kun je dat er overal tussen doen als laagjes en dergelijke. En nou ja, er zit in deze zit 100 vel. Ik geloof dat die dikker en dat daar 50 vel in zat. Maar daar kun je voorlopig zeker mee vooruit. En die had ik dus ook gebruikt op deze. Of tenminste, die wil ik gebruiken op deze. Ik was hier een beetje mee aan het puzzelen geweest. Ik heb het een en ander klaargelegd. Ik had dit als kaartbasis gemaakt. Een soort van tentkaart. Die dan zo netjes blijft staan. Dus die gaan we eerst maken. Want dan zeggen jullie natuurlijk, ja, leuk dat jij dat al hebt gemaakt. Maar hoe heb je dat gedaan? Nou, ik heb een papier genomen van 13 bij 30,5. Dus hij is 13 bij 30,5. Die heb ik genomen van een 15 bij 30,5 kaart. En dan hou je zo'n mooi strookje over. Maar die strookjes gebruik ik heel vaak om tekstjes uit te stansen of wat dan ook. Dus ik dacht van nou, dat komt dan ook wel weer goed. Dat komt dan wel weer op. Dus dan heb je meteen die 30,5 lengte, die heb je al. En dan gaan we hem rillen op 13 centimeter. 13 op 26. We zitten al bijna aan het einde. 26 en dan 28 en op 30. Het liefst had ik nog een net iets groter randje overgehouden, maar dan moest ik de maat van mijn kaart helemaal gaan veranderen en dat vond ik ook weer niet nodig. Dus ik heb hem nu gedeeld op 13, 26, 28 en 30. En dan kun je hem heel makkelijk in elkaar zetten. Ik heb hier, had ik het vast opgeschreven. Dus mijn basis is 13 bij 30,5. En dat rillen we op 13, 26, 28 en 30 centimeter. Dan pak ik even mijn vouwlijntje erbij. Dus nu heb ik de twee grote stukken over elkaar heen gedaan. En dan doe ik de volgende. Die vouw ik terug. Deze vouw ik naar het einde door. En deze gaat dan weer terug naar binnen. En dit is echt maar een smal stukje. Maar is op zich niet heel erg. Het is genoeg om te lijmen. Kijk, dan heb je dus dit figuurtje. Je hebt eerst een naar boven ga je en dan heb je een V'tje met een haakje eraan. Dus zo krijg je hem dan in elkaar. En dan is het niet meer als deze zo dicht plakken en dan ben je klaar. Dan heb je dus die basis heb je alweer klaar.
Nou, daarvoor gebruik ik graag deze. Dat is de 1/8 tape volgens mij, score tape. Want die past dus gewoon hier perfect tussen. Zo. Het is een heel dun randje, maar dat past precies. En toen heb ik nog even mijn hoekjes afgeknipt. Nee, dat had ik niet gedaan. Dat was ik vergeten, maar toen dacht ik dat had ik moeten doen. Dus daarom doe ik het nu wel. Zo. Dan vouw ik hem weer even goed dubbel. Tape eraf. En deze dubbel. En dan lijnen we dit mooi uit op elkaar. Blijf plat liggen. Ik doe hem liever zo. Dan kan ik beter zien wat ik doe. Zo. En dan had ik dus zelf het idee dat dit mijn voorkant wordt. Want als iemand dan zo naar binnen kijkt, dan zien ze die vouwrand niet zitten. Dus heel simpel modelletje. Maar het leek mij wel leuk. En daarvoor had ik dus ook, wilde ik dat kraftpapier wilde ik erop doen. Ik was er alleen nog niet over uit welke maat dat ik wilde. Ik had hier, dit was eigenlijk voor een andere kaart, een heel klein wit randje. Ik had het idee dat ik eigenlijk liever een groot wit randje wilde. Dus dat betekent dat ik deze in plaats van op 12,5, dat ik er nu eentje op 12 centimeter ga afknippen. Dus dat is een centimeter, of te snijden, dus een centimeter korter als mijn basiskaart. En die knip ik dan, nee, snij ik op 12 bij 12. Zo. Ja, vind ik toch leuker. En dan kleur ik wel nog een klein beetje de rand bij. Ja, ik gebruik dus echt alle drie de maten guillotine heel veel. Die grootste eigenlijk alleen voor het basiskaarten snijden. Deze voor de andere stukken en die kleine juist voor de hele kleine stukjes. Eigenlijk alles wat kleiner is dan 10 centimeter doe ik liever op mijn kleine. En dat vind ik ook, want ik gebruik heel vaak 5 centimeter. En op deze is precies de 5 centimeter slecht te lezen. Met vintage foto. Ga ik dat doen. En dat doe ik in dit geval, doe ik dat liever met de gewone inkt. Als met de oxides, want dat vind ik op dit papier mooier worden. Het is maar net even dat dat randje iets van kleur heeft, dat er net ietsjes diepte in zit. En dan is het klaar. Ik moet wel heel voorzichtig doen, want je ziet het, hè? Het krult vrij makkelijk op. Zeker geen druk erop uitoefenen. Is ook niet nodig, maar je hebt de neiging om dan hard te duwen. Maar dan ga je dus je papier opzij duwen. En dan krijg je dus een vouw in je papier. En dat heb je normaal met dikke karton heb je dat niet. Maar dat komt omdat dit zo lekker dun is. Maar ja, dit is dan weer lekkerder voor al die postzegels. Want ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar 9 van mijn 10 kaarten die lijken wel allemaal zwaarder te zijn dan 20 gram. En dat is soms best wel een dure business. Dit is een guillotinesnijder. Dat, nou ja, ik denk als je die beweging ziet, dan snap je wel waar de naam vandaan komt, toch? Hè? Die heb ik vorige week uitgebreid laten zien in mijn live. Tijdens het feestje voor het 14-jarig bestaan van Doe Ding. Even kijken, ik zie staan ja en dan met 21 of 22. Daar weet ik niet wat... waar dat op slaat. Eigenlijk. Oh ja, net 21. Ja, inderdaad. Dan inderdaad 21 gram. Maar weet je, tegenwoordig ga er nou maar vanuit dat er een boete op zit. Want ze zijn zo streng tegenwoordig. Dat is echt niet normaal.
Niet grappig meer. Ik had dus een inspiratiekaart gezien. En daar, toen dacht ik van, oh, dat is net een schoolbord. Nou vond ik het zoals hun het gedaan hadden niet leuk. Maar het gaf mij een idee. Want ik had een keertje dit geprobeerd. Toen dacht ik, oh, dit kan ik dan ook hierop maken. Dat heb ik gedaan met het stempeltje wat vorige week ook in het actiesetje zat. En bij mij helpt het beeld doorjoken. Dus misschien moet je dan even verversen. Dat wil nog wel eens helpen. En dan wil ik zo deze erbij gaan doen. En deze. Zo, schatje. Maar die mag nog even opzij. Ga ik hem al vastplakken? Ja, ik ga hem vastplakken, want dat kan ik lekker niet meer bedenken. Dan moet ik gewoon gaan doen wat ik in gedachten had. Ja, die mini is wel met hartje inderdaad. Maar ja, dat is op zo'n op dat krimpfolie is dat een beetje moeilijk te beïnvloeden. Dan moet je dat met stempelen gaan doen. En dat leek me net een beetje te ingewikkeld. Een momentje. Zo, dus dan ga ik die en dan wil ik hier mijn tekst op embossen en dan moet ik toch even weten waar deze komt, want wat had ik nou bedacht? Waar zijn mijn stempelsets? Ik had bedacht dat ik deze ging doen voor Somebody Special. Vond ik wel lief. Dus dan moet ik even kijken hoe dat met het stempeltje gaat uitkomen. Hoe dat ik dat dan kan gaan stempelen, want dat weet ik dus nog niet. Oh, ik heb al wel een leuk idee met die Sambani. Alleen ik weet niet of dat gaat opvallen. Ik denk dat we het gaan proberen. Kijk, want met dat Sambani kan ik dan hetzelfde doen als dit. Met die twee kleuren stempelen. Of tenminste stempelen en bossen. Even kijken. Deze. Of dat doe ik met special, dat kan ook. Zo irritant hè, als dat aan je vinger blijft plakken. En niet blijft liggen waar je wil. Ik moet even kijken hoe ik dit wil hoor, want daar had ik dus nog niet over nagedacht. Voor Sambani special, dan komt die kamerot. Ja, die moet er niet voor gaan hangen dadelijk natuurlijk. Eigenlijk is dat Sambani te breed. Zo, oh, dit is trouwens een stukje restkarton gewoon wat ik heb gepakt. Dus ik weet niet hoe groot het is. Mochten jullie dat willen weten, dan even kijken. Oh, nou, dit is 9,7 toevallig. Maar 10 bij 10 zou bijvoorbeeld ook werken. Als ik dit nou net ter hoogte doe, zeg maar, van waar ik het meeste ruimte heb dan straks. Zo. Ja, ik denk dat het zo wel ongeveer kan. Dus die gaan we even opzij halen en dan pak ik mijn stempelhulp erbij. Ja, om twee kleuren te stempelen, dan doe je het in twee keer inderdaad. Maar ik wil nu eigenlijk in één keer mijn stempels zo hebben liggen. Ik leg hem recht op mijn grid. Zodat ik kan zien of mijn stempels goed recht zitten. En volgens mij zit Sambani niet recht. Maar nu tik ik het even vast. En dan, ja, zo kunnen jullie dat denk ik niet zo heel goed zien. Zien jullie die lijnen? Ja, hè? Kijk, nu zie je dus dat Sambani, dat loopt schuin. En dat kan ik nu dus vrij makkelijk wat rechter zetten. Hij moet iets verder los.
Zo. Hier. Special is ook scheef volgens mij. Dat is ook net een tikje. Ik heb het idee dat hij zo wel oké is. Dus, dan doe ik dat nu met deze. Meestal pak ik deze en dan doe ik heel veel poeder. Maar ik heb hier mijn sticky grid liggen. En als ik daar dus nu heel veel poeder op doe, dan komt het niet goed, hè? Dan gaat hij niet meer plakken. Dus daarom pak ik nu deze. En je ziet dan al die witte vlekken. Maar die kan ik later gewoon weer weghalen. Oh, ik heb mijn lijm open laten staan. Kleerstempel aan de achterkant weer blijven plakken op het stempel. Als ze bij mij niet blijven plakken, dan doe ik ze gewoon even onder water afspoelen. Laten drogen en dan plakt het weer. Ik moet zeggen, ik heb dat heel zelden. Alleen na ik 1000 keer een stempel heb gebruikt of zo. Maar verder heb ik het eigenlijk zelf bijna nooit. En anders dan zou ik zelf, als het echt niet meer wil plakken, zou ik zelf dit gebruiken. Zo van alleen als ik hem nodig heb. Wat ik ook doe onder de, hoe heet die andere stempels? De rubberstempels. Even kijken. Ik ga ze sowieso alle drie eerst in het wit doen. En dan ga ik verzinnen of ik inderdaad een van die twee blauw ga maken. Maar dan heb ik al beter zicht hoe het wordt. Oh ja, de piep piep. Oh, wat goed. Ja, waar doen we dan de piep piep? Oh, en ik ben trouwens mijn valkjes kwijt, zie ik. Die had ik ook ergens liggen. Ja, dat zo, die had ik los uitgeknipt. Dat is natuurlijk ook vraag om problemen. Zit die... Nee, hij zit niet meer in het zakje. Nou, die ben ik ook kwijt. Die maak ik zo wel even overnieuw. Ik weet niet of ik de biep biep zo nog kwijt kan dan. Nou, dat gaan we zo wel zien. Die kan ik ook altijd nog stempelen en dan uitsnijden, zeg maar. Ja. Ik ga verder met waar ik mee bezig was. Ja, ik zie een duidelijke afdruk. Ik weet niet of jullie dat ook zien. Oh, ja, suf. Ja, nee, gaat goed komen. Ik moet even onthouden dat bij de 6 en de 1 mijn kaartje lag. Maar dat gaat wel goed komen. Alhoewel ik denk dat als ik dat ga doen, dat ik dat uit de hand ga stempelen. Als ik er een kleurtje overheen doe. Ik zit er alleen een beetje dat hij zo ontzettend dun is, hè? De lijntjes. Ik zie nog een paar kleine stipjes zitten. Oh, ik ga zo niezen. Excuseer. Zo, dan gaan we deze embossen. Waar doe ik mijn heat tool vast op? Ja, bedankt allemaal. Deze weer laten smelten. Ik ben toch weer te ongeduldig geweest. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dit papier
gaat werken. Oh ja. Soms heb je van dat papier dat eet je embossingpoeder op, om het zo maar te zeggen. Dat is dus echt niet grappig. Dan ben je aan het embossen en dan verdwijnt ineens je poeder. Dan denk je, oh, dat ziet er mooi uit. En voordat je klaar bent, is het weg. Maar deze heeft dat niet. Nou, dan ga ik even hier vast langs. Want dan heb ik een volledig beeld van hoe mijn bordje, ik vind het een beetje een schoolbord idee, hoe dat er straks een beetje uit gaat zien. Dus ik veeg nu gewoon met mijn inkpet er langs. Nou, nu vind ik het eigenlijk niet erg als er overal een beetje, of tenminste als er op plekken wat stipjes komen waar ik het niet wil. Dat was ik alweer vergeten dat ik dat vandaag niet zo erg vond. Dat geeft een beetje dat schoolbord effect. Oké, het moet niet te veel gaan worden natuurlijk, want dan haal ik het alsnog weg. Kijk, het is wel erg veel. Komt omdat ik er nou ook met mijn vette vingers bovenop zit weer natuurlijk. Kijk, een beetje dat gruis ernaast, dat mag wel. Maar ik haal het eerst zo een beetje los. Kijk, nu zitten er nog wat spettertjes, maar die vind ik niet erg. Die laat ik juist nu voor het effect lekker zitten. Dit is dus echt een beetje, als je nou zegt van, oh, het is hier wat dikker. Als je dan zegt van, oh, dat wil ik niet, dan kun je dat met een kwastje weghalen voordat je het gaat embossen. Hè? Achteraf is er niks meer aan te doen. En heb je nou een stukje waarvan je zegt, oh ja, maar daar zat eigenlijk te weinig. Ook dat werk je pas bijna het embossen. Of dat werk je juist pas bijna het embossen. Want als je er nu weer overheen gaat, dan komt er embospoeder in je inkpet te zitten. Ja, want ik denk dat ik die zijkant, dat ik dat net een beetje te weinig vind. Maar we kunnen hem er zo even opleggen en kijken wat het doet. Of dat ik het leuk vind of niet. En anders dan gaan we er gewoon nog weer een keertje langs met het inkpet. Oh, kijk, hier zit haast niks. Maar misschien, als je het hierop legt, valt het wel weer mee. Oh, hij is wel leuk, hè? Oh, nou, juist dat plekje waar wat meer zat, wat ik leuk vond, dat zie je niet. Dus ik ga inderdaad hier nog een klein beetje bij doen en bovenin. Dus, dan pak ik weer mijn verzenmark. Kijk, ik kan ook, hoe platter je gaat, hoe meer je de kaart op gaat. En je kan altijd zeggen van, oh, dit was iets te ver. En daar haal je het poeder weer gewoon weg. Kijk, ik vond dit juist zo'n leuk stukje. Maar dat zit precies op het konijn. Ik weet niet waarom ik mijn ding dicht had gemaakt. Kijk, dit is nu wel heel erg ver. Ik weet niet of ik dat nou zo leuk vind. Hier heeft het weinig gedaan. Dus ik ga het hier weer weghalen. Want dan ga ik het liever straks nog een keertje weer. Kijk, dit had echt weinig gedaan. Dan doe ik het liever zo nog weer een keertje. Zo. Ik vind dit zo'n tof effect geven. En hier vind ik dan net iets te veel. Dan haal ik er net zo wat weg. En dan is het net weer wat onregelmatiger. Dus dat ga ik even smelten. En dan ga ik alsnog weer die andere zijkant doen. Je ziet echt heel slecht. Er komt zo weinig inkt vanaf van als je dat op deze manier doet. Dat je het heel slecht kan zien hoe het uit gaat komen. Dus het is altijd gewoon afwachten. En normaal kan ik bij een stempel kan ik echt wel zien of die gedekt heeft of niet. Maar hierbij zie je het dus echt niet. Ik ga nu een beetje meer het puntje erop zetten.
Zo, en nu gaat het vast te veel zijn, hoop ik. Ah, kijk, dit is beter. Kijk, dat is mooier. Een beetje de ergste korrels weg. Je kan het ook zien, want aan het midden blijft er veel minder korrel zitten. Maar daar had ik natuurlijk wel wat poeder gedaan. Ook al heb ik daar ondertussen wel met mijn vingers gezeten. Maar... Zo. Ja, kijk, zo is hij leuker. Zo. Oh, ik vind het echt een leuk effect zo. Maar ik ging dus nog verzinnen of dat ik Sam Bunny of ik dat blauw ga maken of niet. Ik denk dat ik het wel leuk vind. Maar aan de andere kant, dat blauw gaat hier ook weer terugkomen. Wat denken jullie? Ga ik die blauw maken of hou ik hem wit? Mogen jullie zeggen. Leg ik deze ondertussen weg. Even kijken. Dan pak ik er wel even bij. Want dan denk ik dus dat ik deze gebruik. De Broken China Embossing Glaze. Want die past qua kleur past die er wel heel leuk bij. En dan ga ik het wel uit de hand wagen om te doen. Want ik heb bedacht dat ik dat eigenlijk makkelijker vind. Als wanneer ik het nu in de... stempelhulp doe. Dus ik pak deze er even bij. Het is sowieso leuk om je die techniek weer even te laten zien. Vind ik dan. Die heb ik natuurlijk een hele tijd geleden laten zien doen met embossingpoeders. Ik heb me eigenlijk niet zo heel veel voorbij zien komen. Dus misschien vinden jullie mijn techniek wel helemaal niet leuk. Ik ga wel eventjes nu. Want ik wil niet dat het blauw achterblijft natuurlijk. Kijk, ik doe altijd best wel veel poeder. Veeg je gewoon uit en straks kan ik hem helemaal weer wat zwarter vegen. Maar jullie zijn het niet met elkaar eens hoor. Maar volgens mij heeft blauw de meerderheid. Maar ik hou wel van blauw, dus ik doe het maar gewoon blauw. Ja, nee, volgens mij is blauw de meerderheid. Dus die gaan we gewoon doen. Dus ik heb nu Sam Bunny heb ik hier weer op zitten. En dan moet ik het even van boven doen. En nu ga ik hem dus eerst proberen om hem uit te lijnen dat hij hetzelfde ligt. Ja, volgens mij ligt hij nu hetzelfde. Ik kan hem ook wel zo hetzelfde doen. Hij ligt niet helemaal hetzelfde. Waarom zie ik mijn ei niet? Waar is mijn ei? Hij zal er wel onder zitten. Ik denk dat ik hem er gewoon zo op ga stempelen. En dan zien we wel wat het wordt. Ik kan het altijd, als het lelijk is, dan veeg ik het weg. En dan doen we het niet. Zo simpel kan het dus zijn. Moet ik het niet eerst verhitten natuurlijk. Maar ik bedoel, als die echt heel raar is, dan... Dit is echt veel makkelijker bij een stempel die iets dikker is. Kijk, ja, Sam zit iets schuin nu. Daar blijven we iets meer wit zien. Maar ik denk dat ik hem wel heel leuk vind zo. In de O zit me iets te veel blauw. En daar. En onder de I. Dan zou je zeggen, hé, maar dat blauw dat zie je straks niet, want het is transparant. Maar dat zie je dan juist glanzend zwart worden. Kijk, we kunnen het nu nog even zo testen, hè? Of het inderdaad leuk is met dat blauw. Kijk. Ik denk dat het leuk is. Ja, ik ga het gewoon doen.
Ik ben het met jullie eens hoor. We gaan gewoon voor deze. Dan gaan we deze er even zitten. Kijk. Hier bij deze had ik het ook gedaan, hè. En hier zie je dus die mooie zwarte rand die ernaast komt. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Kijk, er komt een zwarte rand naast waar ik hem... Hier had ik hem dus net iets opzij gelegd. Dus je hebt wit aan de ene kant en zwart aan de andere kant. En dat komt omdat dat poeder dat dekt niet volledig. Dat is transparant. En dat is toch wel heel erg leuk. Dat effect. Kijk. Dit is toch mooi. Maar je ziet het vanzelf net als het gewone poeder. Gaat het glanzen. En dan weet je dat hij klaar is. Even kijken. En dan gingen we ook nog verzinnen wat we met de Beep gingen doen. Hè? Het is misschien ook leuk om die nog op de achtergrond te stempelen. Hoe groot zijn ze? Waar zijn ze? Hier. Beep. Zet ik die daar nog? Beep. Dat ik die zo random. Alleen kan je hem dan niet één keer helemaal lezen, denk ik. Het is best leuk om zo nog niet te weten wat je gaat doen. Maar het is ook best irritant om nog niet te weten wat je gaat doen. Ja, maar zo is die al wel heel erg leuk, hè? En dan wilde ik deze. Zat ik ook nog te verzinnen, want dat wist ik dan ook nog niet precies met welk ik dat ging doen. Ik heb van Tim Holt heb ik de mini paperclips. En ik heb de tiny clips. En ik vind ze allebei heel erg leuk. Maar daarmee wilde ik dan dat dingetje vastzetten. Ik denk dat het deze gaat worden. Ja, de kaart heeft geen binnenkant. Dus het is een leuk idee om dat biep aan de binnenkant te doen. Maar dat wordt hem niet. Want ik heb een tentkaartmodel gemaakt. Dat je die zo neer kan zetten. Dus de binnenkant gaat hem niet worden. Even kijken. Ik denk dat ik het leukste vind. Om het met deze vast te zetten. Ja, ik denk ook op de achtergrond het biep. Dan denk ik dat de gouden het leukste is. Of deze. Nee, deze valt te veel weg. Deze steekt lekker een beetje af nog meer op dat zwart. Ik denk dat we die doen. De tiny clips. Echt zo schattig. Kijk, en dit is echt gewoon een... Kun je dat een beetje zien? Gewoon een echt functionerend clipje. Waarmee je hem zo... Hoppa. Vast kan zetten. Dan zit hij zo. Dan moet hij alleen wel een stukje omhoog. Dat hij zo'n stukje naar voren gaat komen straks. Anders is dat niet leuk. Maar dan gaan we dus eerst even op de achtergrond de biep stempelen. Dus dan ga ik eventjes mijn ene stempeltje terug doen. Die komt uit deze. Zodat ik met mijn andere stempeltje kan gaan stempelen. Zo. En deze. Hier zat hier. Ja, biep. Misschien doe ik dan ook deze nog eventjes. Zo. Doe ik niet echt netjes. Even kijken. Die past op mijn grote blok ergens. Maar ik hoef niet... Kijk, dan doe ik misschien ook zo net nog wat van die wolkjes. Dat ik alleen de wolkjes inkt. En dat ga ik doen met deze, met een No Line inkt. Even kijken of dat... Ja, kijk, zie je? Dit verdwijnt straks, dus ik dacht ik kan hier wel even mooi testen. Volgens mij kon je hem hier wel bijna helemaal zien. Dus dan doe ik hem hier zo stempelen.
En dan ga ik hem op alle andere plekjes even met een reststukje erbij stempelen. Zo, kijk, dan hebben we... Hup. Ja, nou, dit is echt een lelijk reststukje, maar goed. En dan wilde ik ook wat met die wolkjes. Kijk, dan doe ik net alleen het wolkje inkten. En dan doen we daar hetzelfde. Zo. Laat ik even kijken. Hij kwam alweer zo hoog. Die hoogte. Okay. Kijken of daar zo'n wolkje kan stempelen. Nou, is net niet helemaal goed. Dat komt omdat ik precies hier op die vouw zit te stempelen nu natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel leuk zo net wat van die wolkjes in de omgeving te doen nog. Zo. Het gaat maar om het idee, hè? Zien we er wat van? Ja, kijk, we zien er wat van. Komt de achterkant ook net wat meer tot leven, hè? We doen hier nog eventjes die mini wolkjes. Kijk, en zo voorkom ik dus met dat reststukje dat ik op mijn witte kaart stempel. In het hoekje wil ik nog wat. Zo. Blijven liggen even twee tellen. Je kan het natuurlijk ook netjes af gaan plakken. Maar ik dacht, dit gaat veel sneller. Deze moet zelfs wel wat omhoog. Nou valt hij voor mijn tekst. Wat denken jullie? Is dit zo leuk? Ik denk dat hij wel heel schattig is zo. Wat ik nog wel zou kunnen doen, is bijvoorbeeld met die blauwe hier nog piep piep doen. Zo schuin. Want als ik dat alleen met de blauwe doe, dan wordt het dus gewoon zwart. Ik kan het ook met kleer doen, maar ik heb deze hier nog staan. Dus als ik dan zo de piep piep nog doe. Dat kan toch? Kijk, dan zoiets. Piep piep. En dan ga je dus eigenlijk alleen die zwarte glans zien. Dus dan geef je het niet echt kleur. Ik denk dat het leuk is. Zo. Nog weer even poelen erover. De goede inkt pakken. Niet deze, maar deze. En dan zit precies dat dingetje in de weg. Zal je altijd zien. Oh. Ja. Geef me net weer iets detail. Nou, hier ga je dus zo heel goed zien dat die dat blauw transparant is. Dat blauw gaat zo verdwijnen als het goed is. Hoppatee. Ik denk dat het leuk is.
zo even met een schone doek overheen. En dan heeft hij weer gewoon hier wat meer zijn eigen kleur. Oh, ik vind hem echt lief. Ja. Ik vind het leuk met dat biep biep. Nou, wat is het meerwaarde van die glaze? Het feit dat je dus in de kleuren van de distressing kan stempelen. Normaal, als ik dit op wit doe, dan krijg ik wel gewoon meteen dat blauw. Dus als ik mijn hele achtergrond daarna mee heb gedaan. Nou, laten we even hier dit stukje nemen. En laat ik nog even de biep biep nemen, want die heb ik nog liggen. Hoppatee. Ik heb nu geen poeder gebruikt, dus we gaan zien hoe het wordt. En ik doe het op de, uiteraard op de geribbelde kant van mijn kaart. Waar is mijn... Hier is mijn papiertje. Dus zal vast een topafdruk worden. Nou, ja, het valt mee. Is niet eens zo heel erg slecht. Ja, ook deze live gaat straks weer gewoon op YouTube hoor. Ja, inderdaad. Ik heb inderdaad ook een filmpje gemaakt met de glaze, helemaal uitgebreid. Kun je ook weer terugvinden op het YouTube kanaal van Doe Ding. Er staat echt, daar heb ik gewoon echt helemaal laten zien van nou, wat voor dingen kun je ermee. En nou ja, wat is het verschil met gewoon embosspoeder? Dat is eigenlijk puur en alleen dat het transparant is en toch kleur heeft. Kijk, dit is gewoon eigenlijk een extra techniek die je ermee kan doen. Ik had hier net zo goed mijn kleer voor kunnen pakken, zei ik al. Maar ik had deze nog staan, dus ik dacht, oh, dan gebruik ik die. Ik kan ook nog deze uitknippen. Nee. Nee, vind niet leuk, vind niet leuk. Maar als ik nu dus mijn achtergrond hier helemaal mee heb gedaan, dat was eigenlijk waarom ik ermee begon. Bijvoorbeeld hier deze. Dat slaat nu nergens op bij dit konijntje. Maar kijk, dan past dat er dus echt super mooi bij. En dat is zoveel mooier als wanneer je stempelt met de inkt. Want dit geeft gewoon veel mooiere en strakkere lijnen. Als je ziet hoe die nu al is, terwijl ik op de geribbelde kant van het fluweelpapier heb gestempeld. Nou, dan kun je je voorstellen dat dat echt gewoon heel mooi is. Dus dat is het leuke van de glaze. Ik moet zeggen, ik had ze een hele tijd niet meer gebruikt. Ik was ze eigenlijk weer een beetje vergeten. Maar ik had ineens weer zoiets van, oh ja, leuk, 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 leuk. En toen ben ik er maar gauw weer mee aan de slag gegaan. Dus, dan ga ik even 3D tape pakken. Eens even kijken. Deze. En dat ga ik hier achter plakken. Ja, het is ook een heel tof gezicht trouwens als je een hele gekleurde achtergrond doet. En je doet er dan één kleur glaze overheen. Dan zie je dat helemaal verkleuren. Als je van lichtblauw naar donkerblauw gaat bijvoorbeeld. En je gaat er dan met grijs overheen. Dan zie je dat grijs zie je overal een andere kleur geven. Dus dat, dan is het eigenlijk net alsof je ook allemaal verschillende kleuren embossingpoeder hebt gebruikt. En dat is ook echt een heel tof effect. En dat kan dus ook echt alleen met de glaze. Ik ben vrij ruim met mijn 3D tape. Maar dan weet ik dat hij lekker goed en stevig zit dadelijk. Ik vind dat zo lelijk als het gaat indeuken. Ik denk dat deze als... Kijk, voor hetzelfde geld willen ze hem loshalen. Dan kan dat. Dan doe ik er wel even hier een knoopje in. Die net wel ietsjes korter wordt. Even kijken of dat knoopje plat genoeg is. Ja. Dat kan wel. Zo, kijk, als ze dan willen, kunnen ze hem loshalen en eruit halen. Maar dat mag alleen als ze hem dan wel beloven te bewaren. Ik heb er erg mijn best op gedaan. Oh ja, willen jullie dat nog zien trouwens?
met het krimfolie. Want dat heb ik nu nog niet laten zien natuurlijk. Omdat ik die al gemaakt had. Even kijken. Dan ga ik weer even recht ervoor staan. En dan... Volgens mij zo zit hij wel recht genoeg. Kijk, en nu kan ik hem lekker overal aanduwen. Want ik weet gewoon dat hij lekker stevig zit. En dit geeft ook echt... Als je hem zo rechtop ziet staan, geeft echt een heel leuk effect dat dit naar voren komt. Nou ja, ik dacht misschien hebben jullie dat wel vaak genoeg gezien met de krimfolie. Maar dan ga ik dat zo even laten zien. En dan ga ik hier onder die banden, doe ik ook even een stukje 3D tape die ik net weg heb geruimd zeker. Ja. Even kijken of deze hier zo past. Ja. Oh, kijk nou hoe leuk. Ik vind het toch jammer dat ik mijn wolkje kwijt ben. Misschien doe ik even nog een wolkje hier achter maken. Alhoewel, hij past er dan niet helemaal op. Nee, ik laat mijn wolkje weg. Ik ga het gewoon zo vastplakken. Niet moeilijk doen. Gewoon, hoppa. Hier ook eentje onder. En aan de achterkant komt het net iets breder. Kijken of dat klopt. Ja, kijk. En dan doe ik er ook eentje onder het oortje en net onder de rug. Dat het daar niet kan omvouwen, want dat zou zonde zijn. Zo. Deze gaat onder dit oor. En deze ring hier. En dan weer even meten of dat nog past. Yes. En deze plak ik hier weer op terug. En die kan ik gewoon de volgende keer gebruiken. Ja, tuurlijk. Die van de Klees, die staat er echt wel op. Waar is mijn gewone lijm hier? Even kijken of ik hem snel kan vinden. Playlist. Yes, kijk. Even kijken hoor. Oh nee, mijn geluid stond uit. Koppie. En... Oh, verdorie Cindy, ik was al bezig. Maar bedankt hoor Cindy, dat je me even hebt gelinkt. Maar daar heb ik inderdaad heel veel dingen laten zien van toen was de glaze net nieuw. Toen had ik daar heerlijk mee zitten spelen en toen heb ik dus laten zien van nou ja, wat kan je er allemaal een beetje mee. Even kijken, mijn scootertje moet wel recht rijden. Wil ik hem er net onder? Of? Nee, zo. Oh, nou vergeet ik nog mijn lijm eronder te doen. Oh, echt hè, ik was afgeleid. Oh, ik vind het eigenlijk wel leuk zo. Kijk, dit komt net iets naar voren uit zichzelf. Gaat het iets naar beneden, is het ook niet erg. Heb ik dan 3D tape verkeerd geplakt? Nou ja, hij is gewoon net. Oh ja, hier. Het oortje. Toch iets verder naar voren geplakt blijkbaar. Zo, dan zit hij wel vast. Maar dat geeft niet. Leuk zo. Ja, je had een voorsprong, Cindy. Dat is niet eerlijk. Over YouTube-filmpjes gesproken. Ik zag dus dat mijn filmpje van vorige week met die schuifkaart, met dat schuiven, dat slot zeg maar, dat die al 1500 keer gekeken is door jullie. Echt helemaal geweldig.
ik had echt zoiets van wow, in een week. Ik vond het echt wel heel bizar. En al die kaarten die jullie ermee hebben gemaakt, vond ik zo leuk. Er zijn echt zulke leuke variaties voorbij gekomen. Echt dat ik dacht, oh ja, dat is ook een goed idee. Moet ik ook even onthouden. Echt, dankjewel daarvoor. Het is echt altijd, weet je, het is leuk om dingen te laten zien. Altijd natuurlijk. Maar ja, als je dan er wat mee terug ziet, dat is echt, nou, dat is 100 keer leuker. Het is echt geweldig om te zien. Even kijken, deze heeft eigenlijk verder niks meer nodig, vind ik. Oh, maar je mag, weet je, al kopieer je een kaart helemaal exact hetzelfde van mij. Ook dat vind ik al leuk om te zien. Weet je, het zal nooit helemaal exact hetzelfde worden. Maar dan jouw variatie daarmee, dat is helemaal leuk. En ook al zeg je van, hey, ik gebruik exact hetzelfde, maar ik wil die biep, biep, wil ik daar? Of, weet je, dat kan gewoon allemaal. En dan heb je toch, ja, heb je toch nog heel veel mogelijkheden weer. Maar dit is dus echt een lekker simpel kaartje zo. En ik vond hem erg leuk. En ik zou even laten zien, want ik zat dus echt van, hey, wat doe ik erbij? En ik wist eigenlijk niet iets van detail wat erbij kon. En toen zag ik ineens mijn krimpfolie liggen. Toen dacht ik, oh, dat is leuk. Ik had eigenlijk, dacht ik toen eerst van, ik ga een schutkaart maken. Nou, even weer wat slokjes thee. Momentje. Eerst had ik deze allemaal zitten maken. Ik dacht van, oh, dan ga ik een wafelschutkaartje maken. Maar daardoor kwam ik dus ineens op het idee om dit zo te doen. Dus zo kom je van het een, kom je weer in het ander. Vind ik toch wel leuk. Ik vond deze niet helemaal perfect gelukt. Dus ik had nog zoiets van, nou, ik weet niet of ik die zo wil. Maar, ja, wie weet kan ik ze nog gebruiken voor een schutkaartje of zo. Zo, dat zal ik even laten zien dan. Je hebt dat krimpfolie. Daar heb je verschillende soorten van. Even kijken, nee, dit is mijn copypapier. Ik heb daar ook een keer een filmpje mee gedaan hoor. Je hebt deze. Dit is... Nou, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, je ziet het hier, zie je het wel. Misschien zie je het zo beter. Kijk, het is transparant. Maar er zit wel een soort frostinglaagje zit erachter. Je hebt hele witte en je hebt ook hele transparante. En daar kun je dus dit soort dingen mee doen. Deze doorzichtige heb ik dus hiermee gedaan. Dat heb ik aan de ene kant gestempeld. En heb ik aan de andere kant heb ik met Copic gekleurd. En daarna ben ik het gaan krimpen. En mijn konijntje had ik dus op deze gedaan. En die heb ik dus wel gewoon aan de voorkant gedaan. Aan de voorkant gekleurd. Ik dacht dat ik nog een klein stukje had ook. Maar... Die zie ik even niet meer liggen. Dus dan gaat die over. Kijken. Nee. Die komt straks tevoorschijn. Nou, als je dus op dit papier, of nou ja, papier, plastic is het eigenlijk. Als je daarop gaat stempelen en kleuren, wees ervan bewust. Het moet iets zijn wat niet op waterbasis is. Als je met iets op waterbasis gaat stempelen, dan gaat het niet werken. Dus je hebt om te stempelen bijvoorbeeld Stason of Archival heb je nodig. Dan ga ik die inkten. Die inkt, dat is zo plakkerig. Altijd weer even een beetje over een grens heen als ik daarmee ga werken. Zo, even kijken. Ik wil er nu een dingetje boven maken. Een gaatje ook. Dus ik let even op dat ik aan de bovenkant genoeg ruimte heb. Kijk. Nou heeft hij hier niet helemaal perfect gestempeld. Maar daar zie je straks haast niks meer van doordat hij helemaal gaat krimpen. Dus dat is niet zo heel erg.
En wat ik nu ter plekke bedenk is dat ik even mijn plan wat ik had gezegd ga uitvoeren. Want ik ben die oogjes helemaal zat. Even kijken, ga ik ze... Nee, ik ga hem even snijden. Sommige mensen gaan nu helemaal gruwelen misschien. Ik vind het niet zo erg. Als ik die oogjes er weer in wil, dan kan ik ze er altijd weer instempelen. Even kijken of we er al een beetje door zijn. Klein beetje. Knippen was volgens mij toch makkelijker. Ik knip ook heel vaak mijn stempels door. Ah, kijk. Zo, kijk. Zie je, oogjes zijn weg. Die plak ik hier wel gewoon nu weer in. Die kan ik dan gewoon de volgende keer weer gebruiken. Ik kan ze er ook vrij makkelijk gewoon weer in krijgen waarschijnlijk. Met knippen werkt dat wel, of dat zo ook lukt, weet ik niet. Maar dan ga ik er nu dus nog eentje maken zonder de oogjes. Ja, is inderdaad mijn eigen Simon Hurley. Even kijken, een stukje er vandaan. Even kijken, ik zie iets staan. Wat staat er voor vraag? Het maakt nog uit welke kant van de krimpfolie je stempelt. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben het werkelijk helemaal vergeten. Ja, zo. Maar volgens mij, kijk, zo is hij toch veel leuker zonder die oogjes. Die witte, die is aan twee kanten is hetzelfde. Ik weet wel dat als je dus met potloden wil kleuren, dat je dan op de frostingkant moet kleuren. Dat het beste werkt. Ja, stempelmishandelaar. Ja, ik weet het. Maar ik ga hem wel even verzorgen met de cleaning spray. Om te zorgen dat die gekke sazoninkt er weer af is. Zo. Had ik misschien niet helemaal over mijn papier heen moeten spuiten. Kijk, nou is die wel weer mooi schoon. Maar die kun je kan het echt weer gewoon inkrijgen. Dat is echt, daar moet je niet te moeilijk over doen. Kijk, als iets nou heel erg ergens heel vlak langs zou zitten, dan zou ik het ook niet durven. Maar kijk, hier. Hoppatee, hij zit er gewoon weer in. En ik kan hem nu gewoon weer compleet, kan ik hem dus ook weer zo stempelen als ik wil. Hij gaat nooit meer vastzitten. Nee, uiteraard, dat snap ik. Maar dat maakt niet uit. Ik heb deze voor kling en clear stamps. En die werken dus heel goed ook voor de stazon. Even kijken. Deze wil ik dus gaan verhitten. Oh, waarom doe ik het zo breed? Weet ik niet. Hier weet ik het wel. Dat is omdat ik er nog een gaatje boven wil maken. En dat ging niet vanaf de andere kant. Met de distressing kun je niet kleuren op de op het krimpfolie. Want dat is op waterbasis. Dus dat gaat nooit drogen op dit papier. Nou, dan doe ik het grote gat erboven. Even kijken. Even mijn dingetje verplaatsen. Zo, weg jij. Zo, oh, er zit nog van daarnet zit er nog in. 1 en 2. En nu zie je een heel groot gat. Maar daar blijft dus echt haast niks van over. Dus denk nou niet van ja, zo'n groot gat wil ik niet. Want dat gat gaat ook meekrimpen, hè? Kijk, zie je, deze heb ik wel normaler beet, toch? Je kan wel met potlood kun je er ook op. Maar ja, zolang het maar niet op waterbasis is. Op zich, heel veel stiften zijn niet op waterbasis. Dus als je zeg maar gewoon, nou ja, klinkt misschien denigrerend, zo bedoel ik het niet. Maar huistuin- en keukenstiften gebruikt, die werken ook gewoon. En mijn gaatje er weer uit. Om mijn gaatje heen.
Kleine oneffenheden zie je nu ook niet, hè? Als je het krimpt, want als het al klein is, als je het knipt. Als je het krimpt, zie je er dan haast helemaal niks meer van. En alles wordt donkerder, dus heb wel erg dat als je iets kleurt, kleur hem altijd lichter als wat je eigenlijk wil hebben. Dat had ik dus bij mijn eerste stroopwafel. Toen dacht ik, ah, het is wel licht. En toen ging ik er even een paar keer overheen. Toen werd het donkerder en toen dacht ik, oh, wacht Peet. Het werd donkerder als je ging krimpen. En die vond ik inderdaad eigenlijk iets te donker geworden. Even kijken, ik heb ze hier nog liggen. Kijk, hier zie je mooi het verschil. Kijk, dit was dus de eerste en dit is dus een latere. Het zijn dezelfde kleuren, alleen hier heb ik bij allebei wat langer gekleurd. Als ik heb gestempeld op de krimpie ding, dan kan ik niet gelijk kleuren. Droogt de inkt in de lucht? Ik heb niet meer. Deze inkt die droogt gewoon. Maar als ik met Copics kleur, dan stempel ik aan de ene kant. Dus ik stempel aan de voorkant en ik kleur aan de achterkant. Want Copics en Memento of Stason, dat wil niet samen. Dat reageert met elkaar. Dus dan doe ik zelf eigenlijk altijd het transparante. En wat ik hier eigenlijk leuker van vind, is dat hij eigenlijk aan twee kanten leuk is. En dat konijntje, als hij omdraait, ja, dan heb je gewoon een wit konijntje. Maar in principe droogt dit wel verder. Maar je moet dus even kijken van waar kleur je mee. Nou, en dan wat ik zelf dan graag gebruik, dat is deze. Een toeltje van Sizzix. Die heb ik toen ook laten zien. De shrink plastic accessoires. Eerst even hier toe een klein beetje opwarmen. Dat hij al warm is als ik ga beginnen. En met deze kun je het een beetje controleren. Dat hij niet direct omrolt. Maar dan zou je denk ik met potlood anders moeten kleuren als je aan dezelfde kant wil kleuren. Dan heb je dat probleem niet. Goed, dus ik ga nu behitten. En doordat ik nu hier dat netje eroverheen heb liggen, vliegt hij er niet helemaal vandoor. Dan gaat hij helemaal krullen. Hij gaat omrollen en zodra hij me te veel gaat krullen, keer ik hem even om. En dan zet ik mijn stempelding erop. En dan heb ik een hele schattig mini stroopwafeltje. Hetzelfde doen we met deze. En de ene keer dan heb ik hem eigenlijk bijna kreukeloos. En de andere keer zie je toch nog een beetje die kreukeltjes erin. Maar dat vind ik ook eigenlijk wel weer een beetje de charme van het ding. Kijk, zie je? Nou doe ik hem verkeerd. Deze is mooi eigenlijk, denk ik. Tada! Kijk, en zie je hoe klein die gaatjes zijn geworden? Het wordt 7 keer kleiner. En hier had hij onderin niet helemaal goed gestempeld, maar daar zie je ook eigenlijk haast niks meer van. Zeker omdat het niet bij een detailstukje zat, maar... En die zijn dus hartstikke leuk om ergens aan te hangen aan je kaart of aan een sleutelhangertje of weet ik veel wat. Maar hier heb ik dus ook een uitgebreider filmpje ook over gemaakt en die staat ook weer op het Doerding kanaal. Dus je zoekt op krimpfolie Doerding, dan moet die vast tevoorschijn komen. En dat krimpfolie, dat is er ook weer dan in 3 verschillende dingen staat het op de webshop. 3 verschillende soorten zoals ik had uitgelegd. En dat was eigenlijk wat ik jullie had willen laten zien. Ik ben alweer veel langer live geweest dan dat ik eigenlijk van plan was. Ik dacht, ik maak even een kaartje. Maar toen besloot ik nog een ander kaartje af te maken natuurlijk. En dan zijn dit de materialen die we daarvoor hebben gebruikt van Honeybee. Maar er zijn een andere gebleven.
heb alleen nog maar een verpakking. Hier. Ja, zo, deze. Ik weet niet of er nog vragen waren verder. Ik ben een verpakkingje van mijn wafeltje, die ben ik even kwijtgeraakt. Die is ondertussen weer ergens begraven. Dus die leggen we maar even zo ernaast. Maar goed, die hebben jullie goed genoeg in beeld gezien, toch? Ja, zo heb ik jullie hopelijk weer wat leuke techniekjes laten zien. Oh, kijk. Ik zie dat Cindy het filmpje met krimpen alweer gedeeld had. Ik zal ook proberen die... die filmpjes te linken onder het filmpje als ik ze op YouTube zet. Even kijken, hoe groot is dat gat ongeveer? Bedoel je het gat zoals die was, zeg maar, die grootte? Want dat moet ik even kijken, weet ik veel. Hier, dat is de kleine. De grootte is 0,5 centimeter als je begint. En als je klaar bent, is er de binnenkant nog net geen 2 mm van over. Ja, veel stiften wel, maar er zijn toch ook genoeg van die huistuin- en keukenstiften die er niet meer. Die ook niet meer uit je kleding gaan en zo. Dus dan denk ik, dat moet dan toch in principe wel kunnen. De guillotine. Ja, er zijn verschillende maten van de guillotine. Dus dat hangt er net even vanaf welke maat dat je wil hebben. Maar ik zal ze even... Zo. Kijk, er zijn verschillende maten. En ik heb ze nu even in een linkje allemaal bij elkaar gezet. Hier onder jouw vraag. Nou, heeft hij nou mijn link niet gepakt? Kopiëren. Ja, daar is die. Oh, alsjeblieft, dan kun je even hier kijken. Want er zijn allemaal verschillende maten natuurlijk. Dus dan kun je zelf kijken welke maat dat je eventueel zou willen hebben. Eventueel kun je het filmpje van afgelopen woensdag kijken. Nee, niet afgelopen woensdag. Woensdag daarvoor alweer natuurlijk. Daar heb ik het uitgebreid laten zien allemaal. Of tenminste, niet, ja, ik weet niet, heb ik de grootste laten zien? In ieder geval die twee nieuwe van Vase heb ik toen laten zien. Ze zijn nu overigens niet meer in de aanbieding. Dus het is niet zo van, hey, kijk het filmpje terug. Dus dan krijg ik nog de aanbiedingsprijs, maar het feestje is helaas voorbij. Even kijken. Een leuke kaart als je iemand te hard onder de riem wil steken. Ja, inderdaad, vind ik ook. Leuk. Ja, goed idee. Ik heb meteen een idee voor iemand. Hartstikke leuk. Nou ja, dankjewel voor jullie reacties allemaal weer. Ik zie dat jullie ze heel leuk, dat jullie het weer leuk vonden. Ik vond het ook weer leuk. Mochten er nog vragen zijn, stel ze alsjeblieft gewoon. Ik reageer. En dan hoop ik jullie een volgende keer weer te zien. Volgende week is morgen er weer op woensdag of op vrijdag. En zij is ook elke dinsdag live. Hè? Zeker voor de mensen die fan zijn van Elisabeth Craft Design. En planners en dergelijke is dat echt heel erg leuk. Maar ze gaat ook vast af en toe wat anders doen. Maar die is dus elke dinsdagmiddag live. Ik geloof om 1:30, maar hou me er niet aan vast. Want ik vergeet zulke soort dingen altijd. In ieder geval dinsdagmiddag. En nou ja, gewoon elke vrijdagavond zijn we weer live. En dan is komende vrijdag is Marga aan de beurt. Hey, hartstikke bedankt dat jullie weer zijn geweest. En ik zie jullie een volgende keer weer. Doei!